Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan-Hans Schrapen en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 22 hier in Oostenrijk. Een wat langere video, waarom? Er zit een sprint in deze wedstrijd. Ronde nummer 6 alweer, 11e in het coureursklassement met 10 punten. Hopen dat we vandaag misschien wel punten kunnen pakken. Afgelopen race is helaas niet meer gebeurd. Maar goed, geen probleem. En ja, heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken? Voordat je deze dus gaat zien, dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zal die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Goed, hebben we wat driver perks gekocht. Geen idee wat het inhoudt. Het zal vast wel goed zijn. Klassement. 10e. Geen idee of dat klopt. 11e denk ik. Met 10 punten. Dus hopen dat we deze race misschien weer punten kunnen pakken. Spoelen de tijd gewoon eventjes mooi door. En dan komen er een aantal updates binnen op de auto. En dan gaan we voor de korting natuurlijk. Nogmaals, tijd even doorspoelen. Komen dus weer updates en researchpunten en geld weer binnen. Dat is goed gegaan, jazeker. Nieuwe onderdelen dus op de auto. En dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 22 hier in Oostenrijk. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel op dit snelle circuit. De motor ziet er niet al te best uit. Gaan we kijken wat we daarmee in de sprint kunnen gaan doen en of het ernstig genoeg is, anders moeten wij helaas in de hoofdrace vanaf de laatste plek starten vanwege die grid penalties. Maar goed, dat geeft niks. Einde van mijn eerste run in Q1. Wat bewolking op de baan. Volgens mij is er ook regen voorspeld aan het einde van de kwalificatie. En wij laten een tweede tijd noteren op 3/10 van Oscar Piastri. Ongeveer 2 minuten op de klok als we bezig zijn aan een verbetering. Iedereen komt nu naar buiten voor zijn outlap. En wij zitten dus midden in dat verkeer. En dat gaat helaas hier niet goed met Kevin Magnussen die ons daar in de weg reed. Dus gaan in besparingsstand en gaan zometeen nog een ronde neerzetten. Zijn we dus weer aanbeland bij het start-finish voor onze laatste run in Q1. Op dit moment in 10e positie. Hopen dat dat goed is om door te kunnen komen naar Q2. Vlag hangt uit en helaas is deze ronde niet goed. Een seconde verloren. Dat betekent nog steeds een P10. Nu is het afwachten totdat de laatste auto bij het start-finish is geweest. En dat is een P14. Zijn maar net door naar Q2. Maar goed, dat geeft niks. Liever Q2 dan Q1. 13 minuten nog op de klok. Als wij bezig zijn met onze eerste ronde in het tweede kwalificatiedeel. Daarbij heeft het volgens mij niet gered. En een prima eerste bocht in Q2. Charles Leclerc noteert een 1.05.4. Russell sneller met een 1.05.1. Klein beetje te wijd. Uitkomen exit wat overstuur en dat is een 1.06.1. Een P11 voorlopig.
niet goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Over 5 minuten kan er regen ontstaan, dus ik denk dat Q3 nat verloopt. Helaas staat te wijd bij uitkomend bocht nummer 1. Heeft ons wat tijd gekost. Dan hebben we gelukkig nog tijd over om een derde run te doen. P11 nog steeds in Q2. 6 minuten nog op de klok. 2/10 eronder de tijd van Lance Stroll gedoken, maar wel rood in sector 1 en 2. Zitten maar een paar duizendste boven onze eigen tijd. We moeten het hier allemaal goed zien te maken en dat maken we ook goed, jazeker. En dat is een verbetering van ruim 4/10 en dat is een P7. Goed gedaan. Dan zijn we dan bij Q3, want we zijn door naar het laatste kwalificatiedeel. En ja, er is regen op de baan gekomen. Kijken wat wij kunnen gaan doen in deze natte weersomstandigheden. Iedereen rijdt op de intermediates. Geen fullwets eronder gezet door de teams. Het regent ook niet al te hard. Het zijn meer wat druppeltjes en de baan die gewoon vochtig is. En wij laten paars in sector 2 noteren. Ongeveer 5 minuten nog op de klok. En dan komen we bij start-finish en het is de pole position met een 1:13.6. Goed gedaan. Kunnen wij ons nog verbeteren? Dat is de vraag. Jazeker, we gaan sneller met paars in sector 2. Daar wel een beetje te wijd en heeft ons wat tijd gekost. En helaas in sector 3 laten we het liggen. Geen verbetering voor ons, maar dat is wel onze allereerste pole position in My Team Career Mode. Het zijn 42.000ste sneller dan Lando Norris. Allemaal dankzij de regen. Goed gedaan en is op naar de sprint voor aflevering nummer 22. Daar gaan we dan. It's wet here today and we're expecting the downpours to continue. This will make for a difficult sprint for all the teams. Through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Stroll, Albon, Magnussen, Hülkenberg, Richard Vasseur, Gasly, Joe, Tsunoda, Bottas, Webber, Ocon, Sargeant, and Nyck de Vries. Now with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid en kijken wat we kunnen gaan doen vanaf de pole position voor de sprint hier in Oostenrijk. Hevige regen. In het midden van de race kan er zelfs bliksemstorm, wat weet ik wat, ontstaan. Misschien wel een rode vlag situatie, maar goed, zullen we allemaal zien. We gaan het gewoon voorbereiden voor de formatieronde voor deze 8 ronden lange sprintrace in Oostenrijk. Wij vertrekken dus vanaf pole position. En stel wij winnen hier ook, dan mogen wij hier
ook van pole position vertrekken voor de hoofdrace. En dat geeft ons een hele goede kans voor onze tweede F1 overwinning. Maar goed, we moeten even kijken of de motor het volhoudt. Anders ben ik bang dat wij vanaf de laatste positie moeten gaan vertrekken vanwege de Park Fermé regels die zijn ingeschakeld. Want na de kwalificatie mocht je niks meer aan de auto veranderen. En stel dat we componenten moeten gaan vervangen, ja, dan veranderen we iets aan de auto, wat eigenlijk dus niet mag. En als straf daarvoor de laatste positie. Goed, zijn aanbeland bij onze gridpositie. Gaat daar helaas niet goed. En moeten even in zijn achteruit. Om nu weer goed in onze positie te staan. De game vindt zelf van niet dat we dat niet hebben gedaan. Maar goed, ik zat er echt 0,1 meter ervan af. Geen probleem. Zouden dus wat naar achteren toe. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 22 van F1 23. My Team Caremo, de sprint voor de grote prijs van Oostenrijk gaat beginnen. De 5 rode lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Clean weg. Maar daar zit al Charles Leclerc aan de buitenkant te kijken voor een aanval. Lukt niet, wij verdedigen de binnenkant van die bocht. En het is de leiding behouden. De ICE heeft wat problemen. Wij gaan dus wat power verliezen, zegt de ingenieur. Goed, geen probleem. Tweede bocht en derde bocht nemen wij ook heel erg goed. Einde ronde nummer 1 als we daar Charles Leclerc zien knokken voor P1. Die gaat ons hier aanvallen. Wij gaan verdedigen. Maar verpesten daarmee onze exit. En dat ziet Charles Leclerc. Kan er niet voorbij, want wij gooien onze overtakeknop aan. We gaan hier rechtdoor. En dat betekent dat Charles Leclerc aan de leiding rijdt in de sprint. Krijgen een waarschuwing voor het track limits. Maar goed, komen hier wel terug in het slipstream van Leclerc. En vallen hem hier aan de binnenkant. Jazeker. En duwen hem daar een beetje wijd. Om aan te geven dat die bocht voor ons is. Einde ronde nummer 2 als we daar weer te wijd gaan. En dit keer zit Charles Leclerc er wel er echt naast. En is er voorbij. Maar wij hebben hier de exit misschien. Een drag race wordt het richting bocht nummer 1. We knijpen Leclerc richting die muur. Lukt niet. Remmen als laatste en sturen gewoon in. Weer de exit verpest. En weer zit Leclerc aan de binnenkant te kijken. En is er dit keer wel voorbij. En rijdt aan de leiding in de derde ronde van de race. En dat is een touché met Leclerc. Om toch nog te proberen die bocht te halen. Nog steeds P1 in de sprint. We zitten in ronde nummer 5 van de race. Als de virtual safety car op de baan is geroepen, ik denk vanwege het weer. Want het lijkt wel of het gewoon mistig is op de baan. Je ziet in de verte helemaal niks. En ik denk dat dit ook een safety car wordt. Jazeker, de safety car is uitgeroepen in ronde nummer 5. Nog 3 rondes te gaan en dan zit deze sprint er alweer op. Tijdens de hoofdrace is het mooi droog, dus daar boffen wij wel mee. Ronde nummer 6 is het als het nog steeds mistig is op de baan. Wanneer gaat de safety car naar binnen? Dat is de vraag. Krijgen dus meer grip als we de standing water gaan weghalen. En de safety car duikt naar binnen. Met nog 2 rondes te gaan in de sprint. We hebben Lando Norris vlak achter ons op de full wets. Iedereen rijdt op die full wets trouwens. Want niemand is naar binnen gedoken. En wij mogen het tempo gaan bepalen tot aan de eerste safety car lijn. Of is het start-finish? Weet ik zo niet. Ik denk start-finish. Tot aan start-finish mogen wij het tempo gaan bepalen. En dan
weten we wat Lando Norris kan en mag in deze grote prijs. Dan weten we wat of Charles Leclerc zichzelf kan terugknokken. Wat kan Max Verstappen nog op P5? Wat kan Carlos Sainz nog op P4? En wat kunnen wij nog vanaf P1? Dan gaan we het hier rustig aan doen. En zorgen dat de banden en remmen op temperatuur zijn in deze twee rondes lange sprint nog te gaan. Achterbanden mooi opwarmen en dan gaan we ons klaarmaken voor de herstart. Norris zit er dicht op. En wat doet Lando Norris? Die haalt ons gewoon in tijdens de herstart, wat eigenlijk niet mag. Vreemd gedrag van de Brit en wij vallen daar mooi terug aan. Schieten daar wel door. Iets te enthousiast gereageerd erop. Norris aan de leiding met nog een ronde te gaan. En rijdt al weg van ons. Hebben moeite met de tractie. Want daar zit Charles Leclerc aan te vallen aan de buitenkant. En wij vallen Norris daaraan. En doen dit gewoon uit agressie. Om te laten merken dat we het niet mee eens zijn wat hij daar deed. Hebben daardoor een illegal overtake op Norris. Moeten hem dus voorbij zien te laten. En drie dik hier tussen Leclerc, mijzelf en Lando Norris. Voor P1. En wij remmen als laatste. En komen als eerste weer uit dat gevecht. Goed gedaan. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Ik denk dat Norris het niet meer kan goedmaken. En wij gaan hier de sprint winnen in Oostenrijk. Pakken ook de pole position. Mochten wij geen grid penalty pakken. Dan is dat een feit. Norris probeert het nog, maar lukt helaas niet. Gefaald door de Brit. Was slim tijdens de herstart, maar kon het niet meer goed maken. En verliest ook nog een plekje aan Charles Leclerc. Wij winnen de sprint. Leclerc tweede, Norris derde. Goed gedaan. Top job, mate. Top job. Dat betekent 8 punten nabij voor ons. En mogelijk de pole position voor de hoofdrace. En Leclerc krijgt driver of the day van de fans. Hebben het goed gedaan. Dan even nog de XP even zien. En uitslag van de sprint. Wij winnen dus de sprintrace. Leclerc 2, Sainz 3. Norris 3, Sainz 4, Verstappen 5, Russell 6, Stroll 7 en Perez pakt het laatste punt voor Red Bull. Tiende in het coureursklassement, geeft niks. 8 punten erbij en zesde in het constructeursklassement. Op naar de hoofdrace en kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of this famous race. It's time for the Austrian Grand Prix. Seven rights and just three left-handers make up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn two is flat out, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn three. Turns one, three and four are all potential opportunities to overtake. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Russell, Stroll, Perez, Hamilton, Albon, Magnussen, Joe, Bottas, Hülkenberg, Webber, Verstappen, Tsunoda, Ocon, Sargeant, De Vries, Richard Vasseur, Gasly, Oscar Piastri, and the Professor. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. We welcome once again to the commentary box, Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start. And this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Zijn we aanbeland bij de grid op de laatste positie voor de grote race van Oostenrijk. 25 rondes lang gaan we kijken wat we kunnen gaan doen vanaf die positie. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de formatieronde. Wij dus op P22.
komen in ieder geval goed van onze gridpositie weg. Dus dat is goed om te zien. Koude banden nog, maar goed, dat is geen probleem. Worden vanzelf tijdens de formatieronde opgewarmd. Geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. Kom aan bij het einde van de formatieronde. En dan is de vraag, komen wij goed of slecht in de gridslot terecht? Terwijl daar een auto nog bezig is met zijn formatieronde. Ik denk dat dat Logan Sargeant is. We komen in ieder geval keurig in onze gridslot terecht. En nu is het wachten dat Logan Sargeant naar zijn positie is toegereden. Die moet nog heel die ronde afleggen. Dus ja, de race duurt gewoon een ronde langer bij wijze van spreken. Omdat Logan Sargeant daar nog rijdt. Geen idee waarom hij niet tijdens de formatieronde ook is wegvertrokken. Maar nu pas als iedereen weer terug is bij zijn gridpositie. Rodriguez met editen heb je altijd het magische werk. Dat betekent dat je nu Logan Sargeant weer naar zijn positie ziet toedraaien. Jazeker. En dan gaan we erop beginnen voor aflevering nummer 22. De hoofdrace gratis beginnen wij dus op de laatste positie in Oostenrijk. De lampen gaan aan voor de grote prijs. 25 rondes lang gaan we kijken wat we kunnen gaan doen vanaf deze positie. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Gasly is heel slecht weg. Gelijk al gepasseerd voor P21. Goed gedaan. Piastri is ook al gepasseerd. Ocon, Magnussen, De Vries. Verstappen daar bijna. Maar P17 op dit moment. Goed gedaan. 5 plekken gewonnen. Daar aan de binnenkant proberen bij Logan Sargeant. En dan hier aan de binnenkant gezet. En Verstappen is ook gepasseerd. Jazeker, en duwen we hem daar een beetje wijd. Om te laten merken dat die bocht voor ons is. Gele vlag. En dat is weer groene vlag. Verstappen heeft ons weer terug ingehaald. Maar wij pakken daar ook Yuki Tsunoda. 3 dik hierin. Deze krappe bocht lukt normaal niet. Gaat dit keer eigenlijk ook niet. Maar goed, we houden het clean. Met paars in sector 1. Goed gedaan. Op naar Kevin Magnussen. En die rijdt op de harde band. 2 compounden harder dan mijzelf. Dus we zouden er in principe naartoe kunnen rijden. Daar hebben wij Mark Webber. En hier op de exit een andere lijn nemen. Andere bochtenlijn nemen. Jazeker. En dat is P12. Nu op naar Magnussen. Omdat Magnussen dus Webber heeft ingehaald. Het is in ronde nummer 4 als we kijken bij de Deen. Lukt daar net niet, dan hier op de exit proberen met DRS, ERS, slipstream. En gaan er mogelijk hier aan de buitenkant voorbij, jazeker. En duwen hem daar een beetje wijd. Goed gedaan, schieten hier wel een klein beetje door. Houden die bocht nog. En Magnussen kan daar helemaal niks. In ronde nummer 4 nog 21 rondes te gaan en wij rijden op een 11e positie. Een prima race tot nu toe. Volgende heet dan Valtteri Bottas. Zit in ronde nummer 7 van de race als Bottas en Zhou met elkaar aan het knokken zijn. En daar gaat iets mis met die beide Alfa's. En wij rijden er gewoon tegenop. Omdat Zhou volgens mij blokkeerde, moest Bottas vol in de rem. 2 dik hier. Beide Alfa Romeo's knokken samen voor P9. Vallen daar wel Zhou aan. Kunnen Bottas net niet passeren. Geen voorvleugelschade gelukkig. En we zitten in de 7e ronde van de race. Hier met DRS en slipstream aan de buitenkant kijken bij de fin. En dat lukt. Jazeker. Dat is P9. Goed gedaan. Op naar Carlos Sainz. En dan duiken we naar binnen in ronde nummer 12. Voor onze laatste pitstop van de dag. We komen binnen vanaf een 5e positie. Webber komt dus naar binnen voor zijn pitstop. Moesten daar helaas wat wachten en heeft ons wat tijd gekost. Jammer. P10 voorlopig. Want dan moeten we tot het einde zien vol te houden, zegt de ingenieur. En nog 12 rondes te gaan in de race. Voorlopig een punt achter onze naam.
Zijn betekenis 9 punten zijn aan het einde van dit raceweekend. Zitten we in ronde nummer 15 van de race. En wij laten de snelste raceronde noteren. En Sainz is daar gezien. Jazeker, Sainz gezien op de exit, maar kan daar terugkomen. En komt daar ook terug. Wou daar gelijk Albon passeren, maar dat lukt niet. Wij raken Sainz daar. Helaas. Hier op de exit, jazeker. Beetje wielbengen met elkaar, maar goed, dat geeft niks. Albon is hier dan ook al gezien. Proberen misschien aan te vallen bij de Britse Thai. Lukt daar ook aan die buitenkant, jazeker. En dat is P7. Goed gedaan, maar Albon kan nog terugkomen. Dit keer is de positie echt voor ons. En het is echt P7. Op naar Lance Stroll en Tsunoda uitgevallen in de wedstrijd. Staat daar stil op. Het rechte stuk is inmiddels weer verwijderd. In ronde nummer 18 zitten we als daar Stroll rijdend voor P6 is. Hier in de slipstream en DRS. Kijk het naar de buitenkant. We schieten hier door. Slechte exit. En wat kan Lance Stroll hier dan nu doen? Heeft DRS. Wij gaan verdedigen. En hij kan hier helemaal niks. Nog steeds Lance Stroll achter ons in ronde nummer 18 van de race. En dan hebben we daar een hele slechte exit en dat ziet Lance Stroll. En hij kijkt naar de buitenkant, is er voorbij en rijdt weer op P6. Dan moeten wij terug aanvallen bij de Canadees. Sainz zit ook misschien te kijken en wij hebben hier weer DRS en ERS. En kijken zometeen naar de binnenkant. Als dat kan. Stroll gaat verdedigen. Lukt helaas niet. Dan naar de buitenkant kijken. Achterlangs terugkruisen lukt misschien ook. Maar dat is een touché met Carlos Sainz. Die ons heeft geraakt. Dat betekent aanval afgeslagen door de Spanjaard. Onder nummer 20 is het als we hier snelheid hebben dan meer snelheid hebben dan Stroll. Maar hij blokkeert daar onze pad. En wij duwen hem daar gewoon van de baan eigenlijk af. En dat is P6. Nu is het verdedigen ten opzichte van die twee coureurs. Sainz knokt samen met Stroll. Maar kan er hier niet van profiteren. Rijdend op een P7 de Spanjaard. Nog 5 rondes te gaan in de race. Voorlopig pakken we belangrijke punten voor het team. 9 punten in totaal vanwege de snelste raceronde. En Sainz zit er aan de binnenkant. Heel onverwacht deed hij daar een poging en hij is er voorbij. Leuk, leuk, leuk. En daar aan de binnenkant proberen. Sainz knijpt ons nog af. Lukt niet. Wij verpesten daarmee wel de exit. En Sainz kan hier misschien terug aanvallen. Nee, Stroll valt terug aan. Stroll komt daar aan de binnenkant. Kan daar net niet bij, maar is er dit keer echt gepasseerd. Maar verprutst daarmee daardoor zijn exit. En dat betekent dat wij weer terug kunnen aanvallen voor P6. En dat betekent dat Sergio Perez zijn tweede achtereenvolgende overwinning boekt. Max Verstappen komt nog wel bij onze staart. Maar het is te kort voor onze landgenoot. Wij finishen hier knap als zesde. Met als hoogtepunt dus de sprintrace overwinning. Goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Well, they are celebrating in Spielberg, a deserving winner of the Austrian Grand Prix. Tell me, Anne.
How do you think they were able to deliver such an incredible result today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. It's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Nou, hier wordt dan dus de uitslag van het raceweekend. Perez wint de hoofdrace. Hamilton P2, Russell P3, Norris 4, Weidens P5. Sorry, Weidens P6, Leclerc 5e. Verstappen 7, Sainz 8, Stroll 9 en Alexander Albon pakt het laatste punt voor Williams. Hebben het goed gedaan tijdens deze beide raceweekenden. En ja, hebben Sainz verslagen tot nu toe in het klassement. Maar goed, de races zijn nog lang. Het WK is nog lang. Hopen dat er wat verbeteringen aan zitten komen. En zo niet, dan op naar seizoen 3. Hier wordt het rivaliteit breakdown mezelf en Sainz. 23 tegenover 21 met nog 1 ronde te gaan. Dus dat zit wel goed voorlopig. Mogen geen fouten maken. Team McLaren is nu level 19. Wij zijn nu level 15. Jazeker. En Webber is nog steeds level 13. Dan op naar de sponsoren. Allen van alle sponsoren inkomsten gepakt. $485.500 erbij. Helaas hebben wij wat geld laten liggen. 43k dus erbij vanwege schade. In totaal $6.67 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je dus nu op mijn gamekanaal. Abonneer je dan voor meer wekelijkse F1 23. My Team, Karim content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Je zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.